die eerste stappen zijn zo gemakkelijk te zetten. En dat moet je zeker zelf doen. En het is dan, als je merkt van, oei, er leeft er iets, van ik kan een niveau hoger gaan, dan moet je goed nadenken. Oké, okay, wat wil ik zelf blijven doen, wat wil ik zelf blijven beslissen? Of in welke aspecten kunnen andere mensen mij beter helpen? Maar neem vooral niet te snel beslissingen over met wie dat je dat gaat doen. Want ik denk dat dat wel vaak is van, ja, je hebt al heel lang aan de weg getimmerd en dan is er eindelijk iemand die met u wil werken. En ja, de mensen die heel vroeg in uw carrière reageren, zijn over het algemeen niet de meest geschikte of de meest ervaren mensen. Je kunt daar ook ongelooflijk geluk mee hebben. En dat je, daar zijn ook denk ik al veel grote internationale carrières door ontstaan. Doordat inderdaad dat uw buurman is of uw vriend die gewoon echt business talent heeft en die van niks een band opbouwt, dat gebeurt. Maar dus ook, ja, je moet ook wel leren inschatten. Hè. En als dan je vriend is, dat ook weer wat delicaat, want als je die dan aan de kant moet zetten enzovoort. Maar ja, dat is zo'n beetje de manier waarover ik, hoe dat ik daarover denk.